Goedenavond kijkers, we zijn woensdag 18 maart en vandaag weer een nieuwe uitzending met nieuwe feiten, nieuwe leuke dingen, minder leuke dingen, van alles en nog wat. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Naast mij staat Annemarie. Annemarie die werkt via de zaak bij de medicijnverstrekking. En we gaan even kort kijken wat dat inhoudt. Wij bezorgen medicijnen. Oké, en waar doen jullie dat? Bij het hoofdbouw en bij paviljoenen. Oh, bij alle gebouwen? Ja. Op het hele zorgpark? Ja, het hele zorgpark. Ja, wat leuk. En hoe lang doe je dat al? 3 jaar. En met z'n hoeveel doen jullie dat? Met z'n achten. Met z'n achten? Met z'n zessen. Ja. Oké, Annemarie. Nou, welkom. Dank je. Bij deze speciale corona-uitzending. Dankjewel. Jullie doen medicijnverstrekking, normaal gesproken met deelnemers, met cliënten. Ja, klopt. Nu niet, dus daar is toch wel een en ander veranderd. Nou, er is zeker het een en ander veranderd. We doen het inderdaad nu alleen, zonder cliënten. Ja. En we moeten ook wat speciale maatregelen nemen natuurlijk, in verband met het coronavirus. En aan wat voor maatregelen moet ik dan denken? Nou, we willen natuurlijk zo min mogelijk contact met andere mensen. Geen handcontacten. Ja. 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dus we hebben de woningen gevraagd om de medicijnkisten die we op dinsdag altijd opkomen halen, ja, buiten de voordeur klaar te zetten, zodat we ze alleen maar hoeven te pakken en mee te nemen. Hoef je niet naar binnen, kom je niet met andere mensen in contact? Nee. Oké, en dat is op de dinsdag? Altijd op dinsdag, ja. Oké, heel belangrijk, personeel, deelnemers, cliënten, iedereen, zet nou die bakken buiten neer, zodat de medicijnverstrekking dat het door kan gaan. Die bakken moet weer terug, begrijp ik. Ja, de apotheek heeft ze weer nodig om te vullen. Ja, en medicatie is heel belangrijk, dat weten jullie allemaal. Jullie ondervinden nog geen problemen met het leveren van medicatie en het brengen en dat soort dingen? Nou, wij zijn natuurlijk in principe alleen de bezorgers. Ik heb nog niet te horen gekregen dat daar problemen mee zijn op dit moment. Oké, dus dat gaat allemaal wat om. Ja, jullie hebben wel een hele belangrijke taak voor het verdelen van de medicatie. Dus voor het rondbrengen van de medicatie. Zeker. En jullie hebben nou extra druk, nu je met je collega's alleen bent. Ja, het is toch heel anders werken dan zonder onze cliënten. Ja. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ik wens jou heel veel succes. Dank je. En nogmaals, zet die bakken buiten op dinsdag. Het is echt heel belangrijk. Zij kunnen hun werk doen, ze hoeven niet naar binnen toe. En zij kunnen ook makkelijker doorgaan. Zet hem op. Nou, dan gaan we nu eens even kijken naar een oud zomerfeestoptreden van Willeke Alberti. Van, hoe heet die ook alweer? Weet jij het? Ome Jan? Ome Jan, dat zal hem zijn. Gezellig. Kijk en geniet. Mijn moeder had een broertje, dat was mijn ome Jan. En elke zondagmiddag kwam die altijd even aan. Hij hield niet van familie, van kinderen hield hij wel. Hij bleef zijn hele leven een echte vrijgezel. Ik kreeg van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou op en verdween weer in het niets. Thuis was het echt, ik ben op, was altijd raad. Want als hij dan ook langskwam, zo kijkers, naast ons is aangeschoven, of gaan staan, Jeremy Dekker. Jeremy, wat is jouw functie? We kennen jou van gezicht, maar wat doe jij nou eigenlijk? Nou, ik ben werkzaam als coördinator bij Spar, Eat & Meet en de bakkerij. En dat is eigenlijk ter aanzien van het personeel, maar ook van de cliënten, ben ik eigenlijk het aanspreekpunt. Ik ben van bijna alles op de hoogte en ik probeer eigenlijk te zorgen dat alles goed blijft lopen. Daar komt het al op neer. Nou ja, bij de Spar doen we boodschappen, dus laten we even hier naar kijken. En hier de tas met wat boodschappen voor oma. Ik zal even laten zien wat we erin hebben zitten.
We hebben witlof en aardappels. Daar houdt oma heel erg van. En dat kan ze dan met verschillende dingen combineren. Wat één persoon zakken soep. Een pasta gerechtje. Tomaatjes. Appels. Een paar lekkere koekjes. Oma's favorieten. En we dachten, we doen er ook lekker een paar chocolaatjes bij. Nou, we zagen net een filmpje van boodschappen. Een beetje gekkigheid. Maar kunnen we nou nog steeds, gezien de situatie, boodschappen doen bij de Spar? Uiteraard. De supermarkt blijft gewoon open. Oké. Okay. Gewoon de normale openingstijden worden gehanteerd. Dus van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 6. En op zaterdag van 9 tot 4. Zaterdag zijn we ook open. Op zaterdag zijn we ook open. Zondag, dan de rustdag, zijn we gesloten. Ik moet erbij wel vermelden dat dus het lunchcafé Eat & Meet, die is gesloten. Oké. Okay. En ook de bakkerij. Ja. Dus die zijn gesloten, maar de supermarkt die heeft de zorgplicht. Dus wij blijven wel open met de normale openingstijden. Dus we kunnen gewoon normaal onze boodschappen doen. En, maar gaat dat nou ook zo normaal als eigenlijk bedoel, hè, zoals het anders gaat? Of ja, normaal. Kijk, wij zijn een dagbesteding. Hè? Wij zijn er voor de cliënten, onze deelnemers. En die zijn er nu niet. Nee, de dagbesteding is helemaal stopgezet. Ja. Dus wij moeten het werk nu allemaal zelf doen. En nu komen we erachter dat het best wel veel is eigenlijk. Dat de deelnemers veel en heel nuttig werk doen. Ja. We moeten nu zelf achter de kassen zitten. Het bezorgen, de lijstjes vullen. Alles moeten we nu zelf doen. Maar wat ik al zei, dus het restaurant is nu gesloten. En de bakkerij, dus dat zorgt er wel voor dat we wat meer personeel over hebben. Ja. Dus uiteindelijk vult het elkaar wel weer een beetje aan. Gelukkig. Okay. En hebben jullie ook maatregelen moeten treffen? Van, een hoop mensen altijd in de supermarkt. Er zat er een beetje druk. Ja. En, ja, je wilt op elkaar toch niet besmetten? Hoe gaan jullie daarmee om? Normaal gesproken zien we dat er soms hele dagbestedingen, dus echt met veel cliënten bij ons naar binnen komen. Nou, die zijn nu natuurlijk gesloten. Nee, ja, precies. Dus dat heb je niet echt. We hebben nu een aantal maatregelen getroffen. Dus maximaal 20 klanten bij ons mogen er in de winkel komen. Oké. Okay. We zullen daar ook echt op toezien. Dus als het te veel wordt, zullen we een halt toeroepen. Ja. Daarnaast gewoon de maatregelen die het RIVM heeft verspreid. Dus hou afstand van elkaar, geen handen schudden, contactloos betalen met de PIN of met de woningpas. Laat hem vooral zien. Ja, ja, precies. Dat is voldoende. Ja. En wat betreft het afstand houden, dat hebben we heel inzichtelijk gemaakt op de grond. Okay. Bij de kassa. Dus dan afstand houden van 1,5 meter. Ja, zoals we dat hier kunnen zien. Van, ja, dat kan je dus hier zien. Ja. Ja, heel mooi. Ja, duidelijk. En onze prioriteit ligt bij het bezorgen van de boodschappen aan de woningen. Oké, okay, dus dat gaat dan steeds door? Dat gaat uiteraard gewoon door. Wij hebben die zorgplicht, dat moeten wij gewoon blijven doen. Ja, oké, okay, maar dat is wel belangrijk om te weten. Dus je hoeft niet allemaal naar die supermarkt, jongens. Nee. We kunnen het ook samen met één begeleider gewoon de boodschappen doen. Maar je kan ook gewoon de boodschappen laten bezorgen. Nou, dat is inderdaad wel een beetje de... Nou, niet een beetje. Dat is eigenlijk de oproep aan de begeleiders van de woningen. Ja. Doe je boodschappen online via spar.nl. Wij hebben genoeg bezorgers nu, dat gaat allemaal door. Oké. Okay. En onze oproep is echt om niet met de cliënten naar de winkel te komen. Doe je boodschappen online en dan komt het alsnog goed. En als er een vergeten boodschap is, die is er altijd wel, doe dat alsjeblieft alleen. Ja, ja, precies. Ga niet met 5 man naar binnen of met 5 mensen. Nee. Dan zit jij heel gauw niet 20 man. Ja, het is een beetje een bijzondere situatie en dat zal voorlopig nog even duren. Maar ja, hou er wel rekenschap mee. Hè? Dat geldt voor iedereen. Daar moet ik ook rekenschap mee houden. Ja, zeker. Nou, we gaan. Ik kwam op het internet een heel grappig filmpje tegen over een coronaliedje. Dus gaan we even naar kijken in de supermarkt. Leuk. It's corona time. It's corona time, baby. Hey, it's corona time right now. Rockin' to the
Ja, dat was een dolkomisch filmpje inderdaad. Hè. Dat was even niet zo. Kom je wel eens gekke dingen in de supermarkt tegen? Gekke... Alleen na sluitingstijd. Oh, dus, okay. Niet voor iedereen bedoeld. Oké, dan houden we daarover op. Ik kom gisteren in Rijnsburg in de winkel en ik zie er allemaal leerschappen. Gebeurt dat nou bij jullie ook veel? De dingen zijn uitverkocht en ja, het is al veel besproken onderwerp. Het ja. Hamsteren, hey, iedereen heeft het erover. Gebeurt dat bij jullie ook en hebben jullie genoeg voorraad? Of moet ik dan echt denken van, oh jee? Nee. Je hoeft je geen zorgen te maken. Dat is niet nodig. Mm-hmm. Wat we wel zagen is dus aan het eind van vorige week is een extreme piek in de bestellingen. En ook dat mensen in de winkel veel meer gingen kopen. Dus ook denk vooral aan wc-papier, ja. Handzeep, et cetera. Nou, die producten die zijn tijdelijk niet zo goed leverbaar. Ook vanuit de distributiecentra. Maar ze zijn wel op voorraad. Dus ze worden wel weer geleverd. Alleen het heeft even tijd voordat dat weer helemaal op voorraad. Ja, voordat het weer helemaal op voorraad is. Iedereen heeft nu een hele stapel wc-papier thuis. Iedereen heeft nu een hele stapel. Dus het komende half jaar zien we ze niet meer. Maar heel goed. Nee, dat zit heus wel goed. Dat, ja. Zolang niet iedereen gaat hamsteren, dan heb je eigenlijk geen problemen. En het is ook niet nodig. Het is ook niet nodig. Het blijft, de supermarkt blijft open. Weet je, we hebben wel een aantal maatregelen, maar het kan allemaal doorgaan. Ja. En nou, wat ik al zei, de bestellingen kunnen allemaal bezorgd worden. Dus eigenlijk is er geen reden tot paniek. Nee, precies. Nou, dus dan gaan we dat maar eens zien hoe dat de komende tijd gaat ontwikkelen. En het kan wel heel lang duren, maar ja. We gaan het zien. Ja. Heb jij nog dingen waarvan je zegt van nou, dat zou ik nog eens graag willen... Ja, eigenlijk iets wat maar heel even duurt. Heel even. Ja. Hey, Thomas Bergen. Hey. Zomerfeest 2007. Leuk. Daar gaan we nu naar kijken. Jeremy, bedankt. Graag gedaan. Er zijn volgens mij heel veel mensen die er vandaag ongelooflijk veel zin in hebben. Laat jullie zo even een beetje horen aan de voorkant. En aan de achterkant. Zo, ja, ietsje harder jongens. Dit komt er heel even. Half negen zondagmorgen, ik lig nog in mijn bed. En ik heb iets te hard de wekker uitgezet. Jij moest eens weten hoe ik je voor me zie. Jij bent hier in mijn fantasie. Yeah. Heel even, oh heel even. Ben jij op zondagmorgen in mijn fantasie? Heel even. Stel ik me voor dat als ik langzaam wakker word, jou niet zie. Al zeven maandagmorgen, het is de hoogste tijd. Ik ga door mijn hart, raak ik jou weer pik kwijt. Ik denk terwijl ik mijn jas pak van mijn stoel. Eens zeg ik wat ik voor Noordwijk voel. Laat je zien, ja! Heel even, oh heel even, ben jij op zondagmorgen in mijn fantasie. Heel even, oh heel even, stel ik me voor dat als ik langzaam wakker word, jou niet zie. Zondagmorgen, dan droom ik weer van jou, ooit zeg ik jou dat ik eindeloos van je hart. Heel even, oh heel even, ben jij om zondagmorgen in mijn fantasie. Heel even, oh heel even, stel ik me voor dat als ik langzaam wakker word, die jou niet zie. Oh heel even. Fantasie, ja, la la.
slapen in Noordwijk. Ja, la 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 la. Dank jullie wel! Hoi. Oh, jij hebt er zin in? Kan ik misschien een glaasje water krijgen? Ik ben geen kameel. Nee. Jongens. Nou, kijk eens, wat, wie hebben we hier? Die kennen we wel, hè? Sylvie Vonk en Astrid de Bruin. Hallo! In, hallo! Prachtige tenue. Ja, want ja, we hebben toch wel. Ja, goed nieuws, het zijn bijzondere tijden. Het zijn. Oh, nou, maar. Dat horen we graag. Ja. Laten we eerst eens even over die bijzondere tijden beginnen. Jij werkt op de woning. Ja, ja, ik werk op de Van Limburg-Stierumstraat. Van Limburg-Stierumstraat. En wat, zijn de, wat merk jij van de gevolgen van de corona? Wat zijn de maatregelen? Wat doen jullie voor cliënten? En hoe pakken jullie dat allemaal op? Nou, het weekend kwam natuurlijk door dat we geen dagbesteding meer hebben voor de mensen. En ja, dan ga je toch even met iedereen in gesprek van, joh, er is geen dagbesteding meer. Nou, de een die vindt het nu nog leuk, want die kan dan lekker de hele dag chillen. Ja. En sommigen die vinden het echt, nou, die zijn echt teleurgesteld, want die vinden toch werk echt heel belangrijk. En ja, dus daar hebben we het over gehad en we wassen veel vaker onze handen. En wat eigenlijk een soort verbazingwekkend, iedereen voor het eten zijn handen was zonder morren. Dus wat dat betreft komt het nieuws toch wel door en draagt iedereen zijn steentje bij. Ja. Dus dat is echt heel fijn. Ja, hartstikke goed jongens. Hè? Keurig. Astrid, jij is teammanager. Nee, ik ben geen teammanager meer. Nee, Ik loop achter. Nou, die loop achter, maar dat geeft niks. Daarvoor ben ik hier. Kan ik het gelijk even vertellen. Vertel. Ik geef natuurlijk trainingen en ik begeleid natuurlijk allerlei mensen met stress en dat soort dingen. Nou, het is natuurlijk een beetje stressvolle tijd. Ja. Maar ik werk vooral thuis. Oké. Okay. Werk niet op locaties, op woningen. Kan geen trainingen meer geven. Maar wat ik veel doe is bellen. Mensen bellen mij veel. Waar ik vaak mee praat. Dus we doen nu beeldbellen. Dus op die manier probeer ik nog een beetje vorm te geven aan de drukte, aan het volle hoofd. En daarnaast zit ik veel achter de computer. Okay. En ik beweeg wat extra vandaag. Beweeg het extra? Ja, moet ook allemaal een beetje naar buiten, een beetje de natuur in. Niet allemaal tegelijk, niet te dicht bij elkaar. Niet maar veel wel de groepen. Wel lekker afstand. Ja, afstand. Ja, afstand. Ja, helemaal goed. Nou, tijd voor een beetje ontspanning en muziekje. Ja. Ja. Zullen we eens kijken naar een optreden van de Divas in 2005. Oh, ja, ik heb nog wel. Heb je nog wat van? Daar heb ik nog wat van. Ik weet niet, ik zal hem even uit de map halen, dat is misschien makkelijk. Want ooit kwamen we heel vaak bij elkaar en hebben we zelf nog concerten hier gehad in het Trefpunt. En Kruispunt. In het Kruispunt, ja, sorry. Ja, Trefpunt is echt heel lang geleden. En omdat het toch, waar ik mee begon, bijzondere tijden zijn, dachten we van nou, misschien moeten we. Even klappen we straks. We gaan eerst kijken. Alles heeft een ritme. Zelf gewoon, hè? Had je dat gedacht, Astrid, dat je zo goed zou zijn vanavond? Nee, nooit. Nooit gedacht. Nee, hè? Nee. Want je wist wel dat je goed was, hè? Maar zo goed. Ik wist wel dat ik goed was, maar ik sta strak van de zenuwen. Dus nou, ik wist niet dat ik zo goed was. Podiumvrees. Klein beetje. Klein beetje, ja, maar dat helpt meestal, dat zeggen ze toch? Ja, dat zeggen ze wel, maar. Nou, je doet het echt leuk hoor. Ik ben echt zeer onder de indruk. Maar trouwens van alle drie hoor. Ja? Ik denk het wel. Ja, ik hoop het. Laat ik zo. Dat checken we straks wel even, ja? Even kijken, hebben we nog een leuk nummer in petto? Ja, ik denk het wel, hè. Het is nu een Nederlands nummer, dus jullie kunnen allemaal. Wat wil je zeggen, Guus? Ik, ja. Alles is een ritme. Kennen jullie die? Ja. Nou, doen we die. Guus, speciaal voor jou. Alles heeft zijn ritme. Ja.
Nou, die hebben zeker een ritme. Zag je ze toch uit schaamte? Allemachtig, zo over het podium heen en weer gaan. Hebben jullie meegedaan met het Songfestival? Nee, dat hebben we overgelaten aan Frizzel Sizzel. Oh, dat was Frizzel Sizzel, ja. Ze zijn niet heel hoog geëindigd, maar het blijft natuurlijk wel een hartstikke vrolijk en gezellig nummer. Ja. Ja, en wij hebben natuurlijk heel veel nummers gedaan van het Songfestival. Ja. Maar ja, het is de vraag of het nog doorgaat, hè? Maar ja, ja, dat moeten we ook maar afwachten. Gaan wij gelukkig niet over. Nee, gelukkig maar niet. Muziek blijft natuurlijk wel super belangrijk en ja, daar, ja, daar zijn we hier ook een beetje voor. Jullie gaan meedoen aan de voorrondes van... Nee, nog leuker. Veel leuker. Ja. Wat gaan we doen? Ja, het is echt te leuk. Maakt me gek. Ja. Maakt me gek. Ja, wij als de diva's komen nou weer terug. Ja, en er hoort natuurlijk Elma bij. Ja, ik zou zeggen, wat is El? El is, die is alvast aan het oefenen. El is alvast aan het oefenen. Ja. Wat goed. Nee, maar wij komen terug. Jullie komen terug? Ja, we komen terug. Echt waar? Nou, op het, wat we gaan doen is, iedereen moet natuurlijk thuis blijven. Veel thuis zitten. Ja. We dachten, dat is niet zo heel erg leuk. Is een beetje saai en muziek. Ja. Brengt gewoon lekker vrolijkheid, dachten wij. Dus we hebben onze jurken uit de mottenballen gehaald. En het pak. Ja. Uit de mottenballen gehaald. En we're back. We are back and we are going. Ja, we gaan hier zeg maar een soort concertje geven. Daar. En dan gaan we, dat gaat jullie dat uitzenden volgens mij. Het is fantastisch. Ja, het is echt... Dus jullie gaan nou nog eens oefenen. Ja, from New York to LA. Ja, dat. Even smeren. En, ja. Halleluja. Nou, zoals jullie zien, de sfeer zit al in. De dames die zijn druk aan het oefenen. Dus maar we hebben nog wel een dingetje. Want stel nou dat mensen zeggen, ik heb een verzoeknummertje wat wij van vroeger hebben gezongen. Dat is geen probleem, zend het even naar werkjournaal, apenstaatje, serenloop.nl. Mail het even en dan studeren wij het gewoon in. Nee, ja. Wel ja, joh, maakt niet uit. Die meiden kunnen alles. Ja. Hè? Geweldig. Nou, we gaan afwachten, jullie gaan vast oefenen. Ja. We gaan jullie zien, dankjewel en tot heel gauw. Tot gauw. Geweldig, geweldig. Nou, dat is toch geweldig. Morgen in de uitzending, op donderdag, echt kijken, de divas. Dus heb jij nou een leuk liedje wat je graag wil horen, wat de dames kunnen zingen en dansen en alles? Laat het weten. Stuur een mailtje naar bersnaal@zinloop.nl en dan geven wij het door. En dan, wie weet. Dus, allemaal doen. Verder, vandaag... Pascal Jacobs, de zanger van Bluff, heeft een geweldig mooi nummer gemaakt. Het gaat over de hele situatie rondom corona, crisis, et cetera. Daar gaan we nu even naar kijken. En ik zeg vast tot morgen. Jullie zien zometeen de weerman, die gekke met die snor. En kijken of u vandaag het weer zo kan voorspellen. Dan gaan we dat allemaal zien. Jongens, tot kijken. Achter de dagen zonder zorgen ligt heel argeloos verborgen lange dagen, weken, maanden zonder zekerheid of troost. Al die seconden, uren, dagen die aan je koppie blijven knagen, nachten wakker, dagen moe en je weet niet waar naartoe. Wil je weten wat we moeten, wat ons te doen staat en wanneer we weer gewoon weer met z'n allen kunnen dansen en omhelzen zonder angst en zonder zeer. Maar aan de pijn van het verliezen, ook al is er niets te kiezen, kleeft iets moois en iets van licht, ook al heb je weinig zicht. Achter het monster van de angst leeft de liefde toch het langst, dus we wachten maar wat langer en we zijn niet langer bang. Wil je weten wat we moeten, wat ons te doen staat en wanneer we weer gewoon weer met z'n allen kunnen dansen en omhelzen zonder angst, zonder zeer. Wil je weten wat we moeten, wat ons te doen staat en wanneer we
we weer gewoon weer met z'n allen kunnen dansen en omhelzen zonder angst en zonder zich. En die Pascal, wat een geweldig nummer. Goedenavond. Hier zijn we weer met het weer van Tommy. Gisteren hadden we natuurlijk een fantastische voorspelling gedaan. Ik geef mezelf een 10. Ja, dat zie je niet vaak, hè? Nou, morgen, de donderdagochtend, beginnen we met een beetje motregen. Woe! En dan wordt het wat bewolkt en blijft het wat donker. Maar 's middags wordt het weer droog. Graadje of 11 in de Bollenstreek. Dus dan kunnen we er weer, kun je misschien even tulpjes gaan tellen. Of schaapjes gaan hoeden. Of whatever, wat je leuk vindt. Als jullie nou leuke weerfoto's hebben. Niet weerfoto's, maar weerfoto's. Als jullie leuke weerfoto's hebben, stuur ze naar het Bergjournaal. Per e-mail. Hè? Zetten we het lekker in de uitzending. Kom je foto's in beeld, je naam erbij. Hartstikke leuk. Mailtje met de foto erbij naar het Bergjournaal. Allemaal even doen. Jongens, tot morgen. En hou de paraplu bij de hand.